We verzamelen de verhalen rond de voorwerpen die we in het museum hebben. Dat mensen kunnen vertellen hoe ze vroeger geleefd hebben. Dat dat vastgelegd wordt. En bewaard. En bewaard in beeld en geluid. Zodat we dat weer door kunnen geven aan de kinderen. Dat die nog enige voorstelling hebben van hoe de wereld veranderd is. Ja. In enkele generaties. Hè? Achter, ja, daar was hij van. Ja. Dat ging zo van de ene koe naar de andere koe. Hè. Dat, ik vind het altijd zo leuk om te zien hoe vlug je dingen weer niet meer weet. Hè. Dit is met het gat in de boter. Dat is de tentoonstelling over de zuivel. Nieuw-Leus is echt een agrarisch dorp en dat komt in deze tentoonstelling heel erg goed naar voren. Op oudejaarsmorgen dan hebben we altijd een inbrengochtend. Dan weet de bevolking wat het onderwerp is voor de nieuwe tentoonstelling van het komende jaar. En dan kunnen ze allemaal voorwerpen inbrengen die over dat onderwerp gaan. En aan de hand van wat er allemaal binnengebracht is, gaan wij dan een tentoonstelling samenstellen. En het leuke is dat je dat heel goed kan zien, dat Nieuw-Leus een agrarisch dorp is aan al die diploma's die hier zijn. Vroeger dan gingen de jongens naar school en dan kwamen ze van de lagere school af. En dan gingen ze naar de landbouwavondschool. En dat was al heel wat als je op een gegeven moment met een diploma thuis kwam. En net wat Gees zegt, ja, we waren echt een boerendorp. En hier zie je heel leuk wat de mensen allemaal ingebracht hebben aan melkkannetjes, melkemmertjes. Hier hebben we dan onze koe, wat we gekregen hebben. Met dan de melkfabriek heb je hier nog... Het oudste wat we ervan, ook wat van overbleven is dus de gevelplaten met de eerste steen van het bestuur. En dan verder hebben we hier nog allerlei verschillende kartonnen om boter te maken. En komen er dan ook veel mensen uit Nieuw-Leuze die bijvoorbeeld hun eigen spulletjes terug willen zien hier? Ja, dat vinden ze vaak wel leuk. Ze hebben het ingebracht, dan is het een poosje stil. Nou, dan wordt in de krant de tentoonstelling aangekondigd. En dan komen ze inderdaad kijken waar hun eigen spullen terechtgekomen zijn. Hoe het een plekje gekregen heeft. En de mensen zijn natuurlijk verschrikkelijk nieuwsgierig of ze dus ook nog iets van hun eigen jeugd terug kunnen vinden. Want dat is natuurlijk het allermooiste. MUZIEK